Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 8 september. Het is een grijze en regenachtige dag vandaag. In heel het land valt wel regen. De meeste neerslag die wordt in het noordwesten van het land verwacht. Daar kan plaatselijk meer dan 30 mm vallen, terwijl het in Limburg waarschijnlijk zo'n 10 mm valt. Vanochtend is het zo'n 14 tot 16 graden en vanmiddag komt er amper een graadje bij. Maximum temperatuur ligt rond de 17 graden. Verder waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht krijgt het weerbeeld een meer buiig karakter. Het wordt dus af en toe droog, maar er vallen nog steeds flinke buien. Ook is er kans op onweer. De wind blijft uit het zuidwesten waaien en is overwegend matig. Morgen is er ook weer wat ruimte voor de zon, maar ook dan vallen er een paar fikse buien. Er is kans op onweer. Temperatuur loopt op naar zo'n 17 tot 18 graden. En in de loop van de middag wordt het vanuit het westen overwegend droog en klaart het breed op. Zondag ziet het er dan wat beter uit. Vooral in het zuiden blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. Maar maandag en dinsdag is het weer wisselvallig. En ook de wind trekt aan. Temperatuur blijft rond de 17 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.